collega, dames en heren, vrienden. Ik ben u allen erkentelijk namens mijn vrouw en mijzelf dat u aan onze kennisgeving in zo'n ruime mate gevolg hebt gegeven. Met zoveel ruikers mij hebt overladen en met zoveel liefde mij hebt benaderd. Ik ben u daarvoor bedankbaar. Ik wil u alleen zeggen dat ik 60 jaar vandaag advocaat ben. Dus ik ben vandaag toegelaten om voor het Hof te mogen postuleren als praktizijn toen. Later heb ik examen moeten doen bij de universiteit om mijn meestergraad te halen. Want eerst was ik praktizijn door het Hof geëxamineerd. En later heb ik bij de universiteit weer een examen moeten doen om de graad van meester in de rechten te halen. Dat ik vandaag 60 jaar het praktijk van de advocaat uitoefent, is hele mensenleeftijd, begrijpelijk. Ik was toen, eigenlijk toen ik begon, was ik 23 jaar oud. Ik was in feite de jongste advocaat en ik was een polderjongen. Wie had toen gedacht dat een jongen uit een polder, quarantainpolder, hier in Paramaribo zou komen om te studeren en zou studeren voor meester in de rechten? Het is onbekend, belachelijk was het geworden, als men het zei. Maar we hebben onze best gedaan. De heer Bergen was mijn persoonlijke vriend. Die was ook van het district, hij was van Nijd en Spijt. Dus we hadden elkander gevonden. We repeteerden samen en wij studeerden samen. Hij is een keertje afgewezen, hij is één keertje voor mij gegaan. De tweede keer zijn we samen gegaan. Hij is om 8 uur geslagen en hij heeft geen feest gegeven. Hij wachtte op mijn uitslag en mijn uitslag kwam om 10 uur 's avonds. En toen hij hoorde dat ik ook geslaagd was, toen hebben wij met ons beiden eigenlijk het feest gevierd. En ik wil u zeggen dat ik dat ogenblik in mijn zak 1,50 gulden had. 1,50 gulden had. En ik moest mijn moeder laten weten dat ik geslaagd ben. Ik wist heus niet hoe. En de vrienden die omringden mij, ze wilden maar bier drinken. En ik had geen geld om bier te kopen. En ik ben naar meester Miranda gegaan. Zogenaamd dat hij mij zou feliciteren. Maar ik ben hem eigenlijk aan het onder druk zetten dat hij mij wat geld moest geven. Dat ik het feest moet kunnen vieren. En hij heeft mij ook gegeven. Ik zeg het u eerlijk, ik ben hem dankbaar. Ik ben mijn moeder dankbaar. Uiteraard mijn vader ook, want zonder hem zou ik niet geboren zijn. Maar de last touch aan mijn opvoeding heeft meester Dr. J.C. de Miranda gegeven. En daarvoor ben ik hem echt erkentelijk. In ditzelfde huis heeft hij mij les gegeven. 3,5 jaar. Ik ben geslaagd in 3,5 jaar tijd voor advocaat, voor praktisch. Hij is toen later meester, toen is hij president geworden. Hij is president van het VAM geworden. Hij heeft mij in die kamer daar gezet. Ik was vroeger gevestigd aan de Watermolenstraat 56. Toen hij president werd, heeft hij mij weggehaald vandaar. Hij zei, je komt hier zitten. En ik ben hier gekomen. En ik heb hier mijn praktijk uitgeoefend. Toen hij wegging als president van het Hof, zou hij vestigen als advocaat. U begrijpt vanzelf dat het voor mij een moeilijke tijd was. Ik moest een ander huis gaan zoeken. En toen ik bezig was een ander huis te zoeken, heeft hij mij een dag geroepen en hij zegt, waar ben je mee bezig? Ik zeg, meester, ik ben bezig een ander huis te zoeken. U bent terug als advocaat. Dus u gaat hier zijn en waar moet ik gaan? Dus ik moet een ander huis hebben. Hij zei, nee, Jagannath, jij gaat niet van hier weg. Ik ga weg van hier. Ik ga ergens anders een huis zoeken. Jij blijft hier. En zo is hij aan de overkant daar gegaan. Daar was de Chinese ambassade, geloof ik, iets dergelijks was het. En hij heeft toen daar een kantoor gehuurd en hij heeft mij hier gelaten. Toen hij doodging, heeft hij zijn vrouw gezegd, als je het nodig hebt om dit huis te verkopen, verkoop het alleen onder de voorwaarde
dat men Jagannath niet uit het huis haalt. Wie zou zo'n huis willen kopen? De tweede taak nu op het ogenblik die op mij rust. Met mijn partij samen en met mijn vrienden samen waarmee ik de verkiezing zal ingaan. Om deze verkiezing onder alle omstandigheden te winnen. En niet met andere mensen genoodzaakt moet zijn om een coalitie aan te gaan. En als wij genoodzaakt zouden zijn om een coalitie aan te gaan, dan niet aan te gaan met mensen die de democratie niet lief hebben. Wij gaan proberen. Vanaf vandaag, vandaag vier ik samen met mijn vrouw. Zij heeft eigenlijk de hele zaak georganiseerd. Ik ben haar echt erkentelijk, ben dankbaar. Als het van mij afhing, zou ik zeggen, ik ben op een andere dag jarig of iets dergelijks. Maar zij had die kaart bewaard van 50 jaar. En toen wees ze mij, nee, op deze datum ben je 60 jaar. Vandaar dat eigenlijk vandaag dit feest gevierd wordt. En uit u alle middel begin ik haar nu eens te zeggen, deze komende twee maanden ga je mij zelden thuis zien. Want ik ga veel op het veld zijn, niet alleen om de strijd te winnen, maar om de rechtsstaat Suriname, die door mijn, naar mijn gedachten aangetast is, om weer op poten te zetten. Dat is een taak die ik op mezelf heb opgenomen in mijn eigen partij. En ik geloof dat ik daar weerklank vind bij andere vrienden van mij. Bij de NPS, bij de Berjaya Luhur en de SPA. En ik hoop dat ons zoveel zetels gegeven wordt, dat wij zonder steun van wie dan ook een regering kunnen formeren. Maar daarnaast, als dat niet mogelijk zijn, bid ik de lieve Heer dat hij ons niet in de positie stelt om een regering te moeten formeren. Mensen die de democratie niet welgezind zijn. Dat is mijn laatste wens en ik ga deze wens trachten te vervullen.